Ik zit hier bij de allerberoemdste Pixelkastel. Mike. Heyo. Hoe ben je begonnen met YouTube? Gewoon op kanaal klikken. Nee, kanaal maken klikken en toen ook op het kanaal. Wow. Hoe ben je op de naam Pixelkastel gekomen? Even kijken hoor. Eerst Pixel. Pixel, dat is de... Ja, het hele kanaal is Pixel. Kaas en NL, drie stukken. Pixel, daar kwam ik bij. Want mijn eerste video is van Minecraft. Daarom Pixel, want Pixel Minecraft, ja, die snapt het wel. Tweede deel was Kaas. Kaas is gewoon awesome, even een uitleg nodig. En NL betekent Nederland, omdat ik Nederlands praat. Ik heb ook nog Pixel Kaas, maar dat doe ik niks aan, want dat is Engels. En ik haat Engels, sorry, niks persoonlijk. Hoeveel subs heb jij? 34 op dit moment. Top. Dus waarschijnlijk zit het laatste te kijken als ik iets van 50.000 of 100.000 of nee, dat is denk ik te veel. Heel veel subs heb en dan denk ik, oh shit, toen had ik keiwijn, toen was ik jong en dat was een maand geleden. En nu is hij heel oud. Ja. Yeah. Top. Dit is de volgende vraag. Volgende vraag is, wat vind jij van andere Nederlandse YouTubers zoals David, Lars en zo, Milan? Gewoon, wat vind jij van andere YouTubers? Faggots? Ja, ik vind ze gewoon slecht. En dus David doet alleen maar voor het geld. En ja, maar dit is de mening, het hoeft geen feit te zijn. Ik heb niks tegen je, David, het is alleen persoonlijk. Puur zakelijk. Juist. Dacht ik al. Wie heeft jou geïnspireerd tot YouTube? K.I.R. Speedy. En dat is? Een Engelse YouTuber en hij is gewoon geweldig. En ja, hij is gewoon grappig. Ja. Ben jij met YouTube begonnen vanwege het geld of gewoon omdat je je verveelde? Eerst dacht ik, heel lang geleden ik verveelde me. Maar toen kwam ik ineens bij, oh shit, ik ga het wel voor het geld doen, maar het kwam prachtig. Dat is dus het stomste idee ooit, dus daar ben ik mee gestopt. En nu doe ik gewoon dat ik video's uploaden leuk vind. Nou, en hoe is Mike in het echte leven buiten YouTube? Hij is een hele coole jongen en heeft veel vrienden. En... Ik leef met je mee. Nee. Maar vertel wat meer over die coole vrienden. Heb ik niet, ik heb geen vrienden. Je hebt toch een iPad? Ja, ik heb wel vrienden. Even kijken, hoe is Mike in het echt? Mike is een jongen. Wacht, ik kan het goed uitleggen. Een jongen die frikandel eet met appelmoes. Oké, daar ben ik dan. Appelmoes en kaas. Kaas moet erbij. Kaas maakt het geweldig. Dus frikandellen met appelmoes en kaas? Ja. Ja, ja. Nou, jullie horen het zelf. Nieuwe chipscombi. Frietkraam, wees gewaarschuwd. Ik ben nou mensen de, even kijken wat de reacties aan het antwoorden van de Dutch Crafter of zoiets, ik weet niet wie het is. Hoeveel subs, bij hoeveel subs wil jij gaan stoppen met YouTube? Ik ga niet stoppen met YouTube, ik blijf lekker doorgaan. Hoe ziet jouw kanaal uit over 5 jaar? Ik hoop geweldig, rond bij 10.000 subs ben ik al blij. Nee, bij 5 jaar, dat... Volgens mij ben ik dan op mijn maximale punt. PewDiePie die had ook een 4 jaar van 10.000 volgens mij naar 20 miljoen gehad. Dus wie weet waar ik gekomen. Misschien is mijn Engels dan zo goed dat ik weer mijn Pixelcast doorga. En help jij ook andere YouTubers? Richt eraan. Ben jij een YouTuber? Ik ben een YouTuber. Ik help YouTubers. Oh, toppie. En dat ga ik in de toekomst ook doen. Want jonge YouTubers kunnen ook goed zijn, beginners. Dus niet alleen de professionele dingen zoals PewDiePie, KLR, Speedy, Deluxe4, TSI, Dusda, nee laat maar. Stuk TV? Ja, Stuk TV is eigenlijk ook best goed. Orange Lemon dinges, ik weet heel veel niet zijn naam, die is ook best goed eigenlijk. Dinges. Zo. Die kunnen wel goed zijn, maar er zijn ook vast wel beginners die goed zijn. Maar die zijn nog niet ontdekt, zoals ik. Hè? Dus ik ga jonge YouTubers laten helpen. Hey. Like ze. Top. Denk jij dat je ook nog wat kan betekenen voor de jonge kijkers?
Kijk, ik ga geen baby tv maken. Maar ja, ik ga wel Minecraft en zo doen, wat eigenlijk wel voor jongere kijkers is, volgens mij. Maar dat is dan ook wel het toppunt. Ik ga niet geen echte babyspelers spelen, zoals Dora. Oh, is dat best wel leuk hoor, ik heb niks tegen Dora. Ik kijk elke dag. Ja. Volgende vraag. Volgende vraag. Op hoeveel jarige leeftijd denk jij te gaan stoppen met YouTube? Nooit. Nooit. Volgens mij vroeg die net ook wel. Nee, dat was hoe lang denk je door te gaan met YouTube? Sommige mensen stoppen op een 50ste, 60ste, misschien 70ste. Dan ga ik gewoon door. Leuk. Nee, dat is leuk. Opa speelt GTA 10 of zo. Dat is toch awesome. Ja. Oude man overleden toen die amnesia speelde. Nee, amnesia is niks voor oudjes. Voor het Outlast, een beetje overreden. Ja, ga door. Ik heb geen vragen meer. Dus dit was hem? Dit was hem. Dank je voor je hulp. Nou, hand. Top. Tot ziens.